Jezus, alle mensen van internet, welkom terug bij nog een video. Vandaag gaan ons boontjies oes. Ons het gisteravond al mooi begin. Het het die naweek gereen, so ons moes bykie wacht dat die reen, dat die lande bykie droer kan raak. En ja, hier is ons stroopers. Ons nieuwe 310 trekker het ook gekom. So gaan jy vandag bykie wys hoe dit werk. En ons het 8250, 7230, en 8240 en nog een 8250. So, ons 4 stroopers en 3 grind guards. So ja, ons het nog tenminste so 250 akker oor hier om te stroop voor ons skuif na ander land toe. So ja, gaan een bykie met die deur hardloop wat ons doen in die oggende, die radiators uitblaas en die filters en alle diesel gooi. So. So ja, ons blaas die filters uit, blaas die radiators uit en maak seker alles is skoon al binne hierboop. Die rede hoekom ons afblaas is maar net om te verhoed dat hy afbrand en dat die stroper skoon is en dat dan die vuil goed op die sensors en al die goed opkom nie. En ja, kyk maar net na die goeders, blaas die radiator uit dat hy nie oorverhit en warm word nie, en die filters. Want hierdie goed werk klip hard in een dag. En ja, hulle, jy wil maar die stof afkry dat niks beskadig word en so nie, want hulle raak vrek vuil in een dag. So ja, ons het 4 van hulle vanmorgen. So. As hy, so klaar afgeblaas. En maak nou net al hierdie goed skoon met die wiele. Gewoon klaar afgeblaas, ons sal seker al die trailer terug shop toe vat en wacht tot dit bietjie warmer raak, dat die mooiste bietjie afgaan en dan gaan ons begin. Ok, so ons het nou begin stroop. Kon nie baie afneem nie, ons moes klomp goed recht maak wat eerst gebreek het en so, en maar ons het nou begin, hier soos die sojabone en ek het op die oomblik 35 voet tafel. En ja, so dan wat ek maar net doen is, hou maar al hierdie goeders dop. Dis die hele video op sy eie en al die goed stel. En so ja, as hulle begin nou daai kant ook inkom, so ons sal nou seker maar stroop tot vanavond so 9:00 toe, gisteravond ook tot so 9:00 toe. Dan val die volg gaan op en dan raak die goed taai en dan sleep het achterna as hele story. So ek speel nou maar heeltyd hier so in die reel op en af en kyk dat alles mooi hardloop. So baie goed dat mense moet kop hou. So my kosblik in en die toer hier so die radio en alles hier so. Jy kan hier achter in die hopper sien. So is die ijskas. Ijskas hier also. Rakies. En ja, so as jy my vorige video gekyk het, so jy gesien het dat die as die stroper vol raak en het hy 75% en dan tap ek af langs die kant. Maar ons stap hier nou in die land af, want is te nat in die land, so ons stap net op die paaipies af. Trekker. Sit jy nou maar hier en wacht, jy kan in jou ruit ook sien achter hoe hy leeg wat. So ja, al ons stroopers werk ook op die GPS lijne. So een ou maak een AB lijn en dan stuur hy net die koordinate oor en sit jy het alles hier in
En dan zit je het in en allemaal op dezelfde lijnen. Zo ja, ik maak nog even hier een klein stukje goed klaar. En dan gaan ze ook even naar de volgende hier. Dus wat ik er al mee van. Oké, zo zijn we aan de laatste aangekomen. Even toe. Hij is klaar aan, dan zit je in de tafel aan. Oké, zo. Als je dus een ver van deze video, maak zeker om het te like, subscribe voor nog video's. En ja, dank je voor al die wat kijken, waardeer bij je. Het is mij bitter lekker om die video's te maken en veel te wijzen wat we doen als zo. Oké, zo ik nu weer vol. Je kan zien daar, 100%, daar zo. Zo ja, hier staan die trekkers eruit. We gaan af dat baas op hebben. Dan kijk wel achter de stroop. Kijk weer dat er niet te veel boontjes. Ik gooi niet. Bladje. 2, 3. So it's about 4 and 5 and 6 at most, so foot by foot at the beans at the back. What you got your sensitivity on your sleeve? So it's on 38. 43 and still stays in the yellow. And yeah, nog een ding, so wat cool is van hierdie tafel is een flex driver, so wat hy doen letterlijk is hy flex. So jy sit hom aan die pad neer op die grond en hy buig op die punte. So al wat jy doen is jy sit hom op die grond, dan kan jy net stoot. Ek meen, al wat jy dan kyk is hy tankies die grond optel nie, maar soos hy kan voel hoe die grond gaan, dan tel hy die stroop so stuk op self op en af. En ja, dit is nog wat. Als ik op dit werk, dan kan je die bonen alles mooi in de grond afsnijden. Oké, zo een paar goed wat hier op jullie screen aangaat. Het is jouw engine load, dus hoe hard je engine drukt. Als ik vinniger kan gaan, dan gaan engine load opgaan. Zo je houdt maar zo 80. Dan die strook er 100% dat hard op je, want dan gaan we nog niet op zijn beste capaciteit zien. En dan heb je jouw engine speed also en jouw router speed. Dus jouw yield is hoe goed je bonen of je midis of rijst of wat ook al is voet bij voet. Hoeveel zijn er maar als die boinkies niet baie goed is, zijn er maar dat is klein boinkies en als net 3 in een pot, dan gaan je yield daar wees. Als je yield hoger is, betekent dat goed. Je krijgt meer kwantiteit. En op hy voet by voet, so jy het die veld, soos jy dier die veld gaan, verskil het maak. En is jou moister, is jou veel die moister, die bone is nou, jou fan spoed, jou feeder is jou slikkie onder en jou hoogte is maar hoe hoog jou tafel van die grond af. Aan met GPS knoppie, my tafel op en af, my tafel hier is ook op en af en tilt, hier is alles jou reel, jou bed ongers, jou unloading auger, jou pijp in en uit, en daar is my het om te stop als iets op die tafel en af. Oké, so, ons is nog steeds bezig, dit is nou so 5:15 die middag, en ja, jy sal wat bezig om wolke in te koop, so ek wonder wat van, wat gaan gebeur of ons een bykie rent gaan kry of nie, ek hoop die rent gee ons daar een bykie kans om die aan te gaan, en ons het nog gewoon baie gewoon om te snij zo. Ja, sommer kijk wat ek weer. Oké, so ons het nou uitgeval. Dit is nou so 8:30 die aand. Had op baie erge douw ingekom. En toe raak jy goed taai en man het gesikkel om te stroop. So ons gaan nou uitval, gaan van Sido's toe, Lori's klaar aflaai en gaan ons huis toe. Hoop jy dat hierdie video geniet, sien jy in die volgende.